Shut up and sit down. In de Achterhoek zetten we ons samen in om onze regio economisch sterk, sociaal en prachtig te houden. Een hele uitdaging. In de Achterhoek Challenge gaan we die uitdaging aan. Samen. Doe je ook mee? Ik ga met de challenge van Mark Bouwmans op stap. Hier bij de STEC is er een belangrijke bijeenkomst rond mobiliteit en bereikbaarheid. En ik kom aanlopen en dan staat hier de deelauto van de STEC. Hoe mooi wil je het hebben? Ja, ik ben wel benieuwd of er hier mensen zijn die al zeggen van kom maar bij mij, ik kan jullie verder helpen. Ik zat zelf een beetje te denken aan stadsdistributie, kleine voertuigjes, dus in overleg met winkeliers. Kunt u daar iets in betekenen? Nou, ik werk bij de provincie, dus daar kunnen we altijd wel iets in betekenen, denk ik. En wat je gewoon ziet is natuurlijk inderdaad die behoefte om studenten beter naar de bedrijven te krijgen. En vaak tot aan het station lukt het nog wel, maar dan van het station bij dat bedrijf, ja, daar zou dit een prachtige challenge kunnen zijn. Dus vanuit het SICA nemen we hem ook graag mee. Het zou best een concept te bedenken zijn, zodat je ineens op per park een concept kan maken waarin het toch aantrekkelijk is om studenten op dat park te gaan werken. En toch als vervoer zeg maar, zodanig mobiliseren dat het ook voor hun aantrekkelijk is. Dus wij kwamen erachter dat vervoer eigenlijk ook nog wel eens een probleempje was. Mensen komen hier met de trein aan of wat dan ook. En toen dachten we, nou, we gaan het gewoon doen. We schaffen een auto aan. We hebben dat helemaal geautomatiseerd. Iedereen kan dat reserveren, die deelauto. Mooi. Ik ga jullie even storen. In de nazit komen vaak de beste ideeën nog op tafel. Roept u eens. Hebben jullie nog ideeën? Ja. Ja, hier kijk. Voor het SOEF-vervoer, het doelgroepenvervoer, zijn de korte ritten binnen dorpen en steden vaak het meest problematisch. En dat zijn de meest dure ritten. Dat zijn vaak de hele korte ritten. Even naar de winkel, naar de kapper, naar de bakker. Daar zou misschien Van Raam met zijn elektrische fietsen, waar 2 tot 4 personen makkelijk op kunnen, zou daar misschien wat in kunnen betekenen. Dus dat zou een mooie pilot kunnen zijn. Dat is al... De NS die heeft zijn OV-fietsen overal staan, ook op de stations in de Achterhoek, waar Arriva en Breng rijden. Je zou kunnen overwegen, want zij denken na over de elektrische OV-fietsen. Die heb je juist nodig in het landelijk gebied, wat de Achterhoek is. Ja. Want dan kun je grotere afstanden afleggen. Probeer zo'n pilot van de NS-stations, probeer dat eens naar de Achterhoek te trekken. Dat is een hele goede tip. Nou, we hebben weer genoeg, geloof ik.